Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ga vandaag een dag uit mijn leven filmen. Vandaag heb ik eigenlijk niks ingepland staan. Mijn agenda is zo goed als leeg, behalve vanavond. Want ik heb dan met een vriendinnetje afgesproken. Maar voor de rest heb ik geen verplichtingen. Normaal gesproken staat mijn agenda echt bomvol. Heb ik een to-do-lijst van hier tot Tokio. Maar vandaag ga ik gewoon dingen uitvoeren waar ik eigenlijk zin in heb. Het leek me gewoon leuk om zo'n gewone, normale vakantiedag met jullie te delen. Ja, dit komt niet zo vaak voor bij mij, want ik heb het altijd heel erg druk. Of nou ja, ik maak het voor mezelf altijd heel erg druk. Maar vandaag heb ik lekker een chill dag. Voordat ik met mijn dag ga beginnen, wil ik eerst aan je vragen om het duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat vooral hieronder in de reacties achter wat jij vandaag gaat doen of wat je vandaag hebt gedaan. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. In de vakantie ziet elke dag er echt compleet anders uit bij mij. Ik heb niet echt een routine. Ik zat eerst over na te denken om een routine video te maken, maar ik heb geen routine in de vakantie. Wat ontbijt betreft, ik ben altijd wel een ontbijtpersoon geweest. Maar ik merk hoe warmer de temperaturen zijn, hoe minder trek ik heb in de ochtend. Vandaag had ik heel veel zin in een kopje koffie. Soms begin ik de dag met een kopje thee of een kopje koffie. Vandaag is het koffie. En dan ga ik straks later, als ik mijn koffie heb opgedronken, of later op de ochtend even wat ontbijten. Maar ik heb er gewoon nu niet zoveel zin in. Niet dat jullie gaan denken van, oh, deze chick eet niet op een dag. Ik kan ook niet alles laten zien op een dag, want een dag heeft 24 uur en deze video duurt geen 24 uur. Maar ik ben wel echt een eter. Ik eet de hele dag door als ik echt zin heb in eten. Dus no worries, ik eet maar even op dit moment niet. Dus ik heb een koffietje en ik ga mijn make-up doen. Misschien is het je al opgevallen, maar ik heb mijn wenkbrauwen laten doen. Wenkbrauwen zijn altijd voor mij echt een hele grote issue geweest. Ik heb een hekel gehad aan mijn wenkbrauwen. Dus ik heb een microbehandeling gedaan. Het moet nu nog allemaal helen. Dus ik ben benieuwd hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Dit is best wel, zeg maar, donker. Het wordt wat natuurlijker. We shall see, voor nu is het dit. Maar ik denk dat ik voor vandaag niet zoveel make-up op mijn gezicht ga aanbrengen. Ik krijg altijd, maar dan ook even altijd de vraag hoe ik mijn haar krul. Wat ik doe, ik pak dan een pluk. En dan wikkel ik hem om de krultang heen en laat ik het voor ongeveer 10 seconden zitten. En vervolgens laat ik dan de pluk in mijn hand vallen, zodat hij een beetje aan het bouncen is. En dan laat ik hem los. Dit is mijn outfit voor vandaag. Het topje is van Zara en de broek is van de Pull & Bear. Ik vond hem wel lekker comfy, dus vandaar dat dit mijn outfit voor vandaag is. Ik heb net eventjes ontbeten en ik ben van plan om zo mijn tanden te gaan poetsen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik even wat uitproberen, wat ik ook graag met jullie wil delen. Ik heb namelijk van Glory Smile een Charcoal Whitening Kit binnengekregen. En dit wil ik de aankomende dagen gaan proberen. Ik heb mijn hele leven al whitening tandpasta gebruikt. Maar ik vind het altijd wel leuk om nieuwe producten te testen. In deze box zitten 2 tandenborstels en 2 Activated Coconut Charcoal Powder. Dit is de tandenborstel. Hij is van Bamboo. En het is de bedoeling dat je eerst je tandenborstel nat maakt. En vervolgens dip je hem in de charcoal. En ik heb gelezen dat je tussen de 2 à 4 minuten je tanden ermee moet gaan poetsen. Dus dat ga ik even doen. Ik heb net mijn mond schoongespoeld. Voor nu vind ik het best wel een prima product. Maar ik denk oprecht als ik dit de aankomende dagen nog ga gebruiken, dat ik resultaat ga zien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben blij dat ik dit heb. Dus dit komt in mijn ochtendroutine. Zoals gewoonlijk heb ik weer mijn opruimbui. Ja. Het is inmiddels einde middag en ik heb zin in een snack. En over het algemeen ben ik een persoon die best wel gezond eet.
Maar we hebben niet een gezonde snack in huis. Want ik heb nog heel veel restjes van mijn verjaardag. En mijn verjaardag was 24 juli. En toen had ik het ook gevierd. En ik heb nog best wel wat over. Dus ik zit even te kijken waar ik zin in heb. Normaal gesproken is de koelkast echt mega leeg. Ik heb hier frisdrank. Drink ik eigenlijk nooit, maar dit kreeg ik voor mijn verjaardag. Dan hebben we nog wijn en cola. Nou, daar heb ik nu geen zin in. Dus voor vanavond sausen nog heel veel desperados. Misschien heb ik wel zin in een ijsje. Dit moet ook op, dus ik neem het puur omdat het op moet. Echt nooit hebben we ijs, maar omdat het de laatste tijd heel erg warm weer is, vond ik het wel handig om het in huis te hebben. Ja. Ik vind het eigenlijk best wel beschamend dat ik vandaag nog niet de deur uit ben geweest. Maar ik hoef eigenlijk niet de deur uit, want ik heb niks te doen buiten. Vanavond wel. Daar heb ik wel zin in. En Richie komt straks. We gaan samen eten. En dan ga ik weer de deur uit. Als ik eenmaal in de opruimbui ben, ben ik niet te stoppen. Dus ik ga even mijn badkamerkastje opruimen. Vaak gebeurt er dit. Dan wil ik het netjes houden, maar dan berg ik het gewoon niet goed op. Dus ik ga dit eventjes opnieuw, ja, gewoon even schoonmaken en opnieuw indelen. Iets wat misschien minder boeiend is, maar wel realiteit is, is dat ik een wasje moet draaien. Eigenlijk vind ik het niet eens zo erg om regelmatig wasjes te draaien. Ik doe het in de wasmand, ik wacht, ik hang het op, that's it. Eén leuk feitje, draai ik mijn kleren bijna nooit, want daar ben ik wel veel te lui voor. Alleen als het echt gestreken moet worden, dan doe ik het wel. Maar 9 van de 10 keer doe ik het niet. Kijk eens wie jullie hier hebben. Hoi. Hoe gaat het ermee? Goed hoor. Ja, wat ben je aan het doen? Ik ben nu aan het koken. Wat ben je aan het maken? Een bami. Gekke interview hier. Dit is echt mijn lievelings bami. Waar het je heel goed in is met maken ervan. We hebben hier nasi bami groentemix. En daaronder hebben we? Ja, hamlappen. Hamlappen. En marinade. Oké, en dan daar zit de mi. Kijk eens hoe goed dit eruit ziet. Dit gaan we eten met pindasaus en cassava kroephoek. Dankjewel voor het koken. Het is avond en de zon schijnt echt mega fel. Maar ik heb net even wat anders aangedaan. Dit is mijn outfit voor vanavond. Ik dacht, ik doe even een jasje aan, want dan heb ik het vanavond niet zo fris. Ik ga dus naar de tram toe en dan ga ik meeten met Lin. We zitten bij Sushi Samba met Lin. En die foto's van de cocktails aan het maken is. Ja. Het is alweer een tijdje geleden dat wij zeg maar zo 101 hebben afgesproken. Ja. Dus ik heb er heel veel zin in om er weer lekker bij te kletsen. En ja, cocktails te drinken. Ik kwam even niet op voor cocktails. Maar we hebben een verrassingscocktail gehad. Ik ben nu al vergeten wat er allemaal in zit. Tequila, agave siroop, grapefruit, chili. En huisgemaakt chocolaatje met chili erin. Oeh! Ja, is die lekker? Ik vind het wel wat spicy. Ja, die chili. Oké. Het is wel een interessant smaakje. Laten we het daarop houden. We zijn van plek geswitcht. We zijn nu bij Café Amerika. En Lin heeft een heel schattig koekje. Is echt heel adorable. Amsterdam erop. Cute. Je hebt een theetje. Echt een hele grote pot. Volgens mij kan je echt 2-3 theetjes of zo ermee inschenken. En ik heb een latte macchiato. En ik heb een chocolaatje erbij. En een glaasje water. Goed verzorgd. Mag ook wel voor €4,50 voor dit. Wel een kunstwerk hoor. Zeker. En dit is ons uitzicht. Ligt bij Leidse. En ergens speelt er mannetje piano. Gaat even stiekem filmen. Hallo, daar speelt een mannetje piano. Hey babe. Hoi. Heb je me gemist? Tuurlijk.
Zoals je kan zien ben ik weer thuis. Het is inmiddels bijna 10:30 en het was super gezellig met Lin. Ik zie Lin eigenlijk niet zo vaak. Het was toevallig dat we vanavond hadden afgesproken. Ook heel spontaan. Gisteren appte ze me van, hey, wil je binnenkort weer wat doen? En vaak plan ik echt ruim van tevoren in met vriendinnen om af te spreken. Maar dit was zo van, kan je morgen? Ik zeg, ja. Dus dat was super leuk. Lekker spontaan als het ware. Heel erg genoten en bijgekletst. En ik ga straks alles doen. Ik ga nog even onder de douche springen. En dan ga ik mijn bed in. Normaal gesproken slaap ik rond een uur of 10, 11, 12. Ligt eraan hoe moe ik ben. Soms val ik echt om 10 uur al in slaap. En soms pas rond een uur of 12. Mijn nightroutine. Ik reinig altijd mijn gezicht met micellair water. En op dit moment gebruik ik een Garnier micellair water. Die vind ik heel erg fijn. Daarmee maak ik mijn gezicht schoon. Ik heb echt gemerkt dat mijn make-up best wel is verdwenen. Omdat ik straks onder de douche stap, ga ik niet mijn hele night routine met jullie delen. Maar ik kan wel even vertellen wat ik straks allemaal ga doen. Ik breng zo dit product aan. Dit is voor mijn wenkbrauwen om ze goed te laten herstellen. Dan gebruik ik elke avond een wimperserum. Want ik heb echt mega korte wimpers. Het ligt eraan, maar vaak gebruik ik ook nog een nachtcreme of een serum. Op dit moment ben ik een grote fan van Glam Glow. En doe ik mijn lenzen uit. Dat is misschien wel zo handig. A few moments later. Zo, ik ben klaar om mijn avond af te gaan sluiten. Ik spring nog even snel onder de douche. En dan ga ik verder met mijn avondroutine. Poets ik mijn tanden. Spring ik mijn bed in. En dan wordt het tijd om te gaan slapen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een dag uit mijn leven te zien. Mochten jullie vaker zo'n dag willen zien. Misschien een dag waarop ik heel veel dingen heb ingepland staan. Of wat voor dag dan ook. Laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. En laat vooral weten wat jij vandaag hebt gedaan of wat je vandaag gaat doen. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doe het duimpje omhoog. En dan zie ik je hopelijk de volgende keer weer. Doei!